Hallo jongens en meisjes, dames en heren, messen en geweren, Anne Wintzie, en ik ga hier weer commenteren. Ik ben hier vandaag niet alleen, ik ben hier vandaag met... Nou, stel jezelf maar eens even voor. Hey, kijk eens van Anowins, ook wel van Daan. Nou ja, ik ken hem persoonlijk echt goed als Daan. Ja. Ik ben Vincent van de Dutch Terms. En ja, ik ben Vincent. Ja, heel makkelijk. Ik had al een tijdje met hem afgesproken om een duo-commentary te doen. En ik dacht van, nou ja, waarom ook niet vandaag? Dus dan doen we vandaag even een duo-commentary. Ik vind het fijn dat je erbij kon zijn. En nou ja, ik weet niet of je een onderwerp hebt meegenomen voor deze commentary. Ja, nou ja, waar zullen we het over hebben? First look? Ja, First Look was dit weekend geweest, volgens mij. Ja, dit weekend. Op dit moment dan in ieder geval. Ik weet niet wanneer jij dit kijkt. Maar in ieder geval, dit weekend zijn wij beide naar First Look geweest. Ik ben zaterdag gegaan en hij is... Volgens mij ben jij zondag gegaan, toch? Ja, ik ben zondag geweest. Oké, wat vond jij van First Look eigenlijk? Ik vond het, ja, ik ben dan 3 jaar geleden ben ik ook op de beurs geweest, bij de jaarbeurs. Ik vond het in vergelijking met toen vond ik het een beetje tegenvallen. Ja, ik had ook meer verwacht van First Look. Ik had het wat groter verwacht. Er waren maar iets van 14 stands of zo. En ik had perskaarten, dus ik kon er eerder in komen. Dus in een uurtje of twee, drie had ik alles eigenlijk al wel gezien. En ja, dat viel me een beetje tegen eigenlijk. Dat Ja. vond ik jammer. Ja, klopt. Want toen ik 3 jaar geleden was, had je de beide zalen als je binnenkomt te lopen links. En er was gewoon echt gigantische ruimte. Daar had je echt gewoon minimaal 30 stands staan. En Ja. ik had nu echt zoiets van, nou ja, ik vind het voor zoiets. Vond ik eigenlijk de open ruimte vond ik eigenlijk best wel leeg eigenlijk. Ik vond heel veel open ruimtes ertussen zitten. Ja, ze hadden de stands zelf wel wat groter kunnen maken op zich. Je had echt heel veel open ruimtes en het was ook heel veel lang staan, zeg maar. Ik heb behoorlijk wat Black Ops 2 gespeeld, dat onder andere natuurlijk. Maar daar stond ik echt iets van 40 minuten in de rij en dan ging de rij iets verder, zeg maar. Ja, klopt. En... Ik heb gehoord gewoon verhalen, mensen die gewoon 3 tot 4 uur lang lopen hebben wachten om Black Ops 2 even te kunnen spelen. Ja, je kon echt iets van twee potjes spelen en dat was het eigenlijk wel weer. Maar het leuke was wel, je kon er een t-shirt mee winnen als je won, zeg maar. En nou, jammer genoeg heb ik niet gewonnen omdat ik het spel helemaal niet kende natuurlijk. En ik ben nooit echt goed geweest in Black Ops. Dus dat zegt het ook wel een beetje. Je bent meer van de MW3. Ja, ik ben meer van de MW3, van de Modern Warfare series. Maar ik vind de Black Ops series vind ik wel beter dan de Modern Warfare series. Maar ik ben er nooit echt beter in geweest. Maar in het spelen ervan. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Nou ja, ik ben echt ook voorstander van de Modern Warfare games. Ik vind Black Ops, ja, het is, je gaat eigenlijk een totaal andere soort gameplay ga je in. En het is gewoon weer wennen als straks Black Ops 2 uitkomt. Ja. Waarom zeg je, vertel je niet even iets over jezelf, over je kanaal, wat je eigenlijk allemaal precies doet op je kanaal? Nou ja, ik doe heel veel FIFA. Ik ben echt een man van de FIFA. Ik heb, nou ja, ik. Ik denk niet dat jij dat al hebt gehoord. Ik heb op First Look stond ik voor het grote podium. En Skate roept het podium in. Wie is hier onovermeestelijk in FIFA? En wie durft het aan? Ja, ik stond met mijn grote mond vooraan. Ik schreeuw, schreeuwen. En ik werd ook nog een podium opgetrokken. Dus ik stond voor meer dan 1000 man zat ik een potje FIFA te doen. Nou ja, dat is ook wat mijn kanaal te zien. En het was gewoon echt gewoon vet, vond ik dat. Dat vond ik echt het vetste wat ik die dag daar heb meegemaakt. Oké, dat is ja, dat is wel stoer. Ik ben niet zo iemand die echt in het middelpunt van de belangstelling gaat staan. Ook al zou je dat wel denken als je een YouTuber bent, dat je een beetje mongolisch doet en een beetje aandacht trekt. Maar dat is niet altijd zo dus. Maar in ieder geval, ik hou wel een beetje van aandacht, maar niet echt van dat ik bovenop een podium ga staan en een game ga spelen. Maar in ieder geval, zoals jullie mijn kijkers wel weten, is dat ik niet echt zo'n voetbalfan ben. Als ik voetbal wil spelen, speel ik het wel in real life. Zo denk ik er dan over. Maar in ieder geval, ja, zo is het gewoon. En ja, ik zal met name shooters gewoon op dit kanaal blijven. Dus als jij een fan bent van voetbal en dat graag wil zien, dan moet je gewoon naar het kanaal gaan van Dutch Terms. En gewoon even abonneren, like geven op zijn video's en wat nog meer eigenlijk. Favorieten en al die shit. En nou ja, gewoon naar zijn kanaal gaan om de voetbaldingen daar te zien. Even weer over First Look. Ja, wat vond jij eigenlijk het leukste spel First Look wat ze daar introduceerden? Ik heb het mooiste spel wat ik vond is toch Black Ops 2. Ik ben daar eigenlijk ook met de instelling heen gegaan om Black Ops 2 te gaan spelen.
Maar aan de ene kant had ik ook zoiets, ik wil ook eigenlijk een beetje contacten leggen daarin. Ook gewoon verhalen horen van andere gamers hoe ze over dingen denken. Dus eigenlijk is Black Ops 2 een beetje er tussendoor geschoten. Vooral toen ik hoorde dat je 4 uur moest wachten. Want ze hadden echt een wachtrij, dat stond gewoon om Ubisoft nog helemaal heen. En toen dacht ik echt van goeiemorgen. En dat was een eindje. Ja, dat was echt, zeg maar, dat was echt heel lang. Ik had natuurlijk die perskaarten, dus ik kon er redelijk snel in komen. Ik had iets van een half uurtje moeten wachten of zo, dus dat viel nog wel mee. Maar ja, in ieder geval, de rijen waren daarna echt veel te lang. Die stonden echt tot aan Ubisoft. En Ubisoft, die stond ongeveer halverwege in de zaal. En Black Ops, dat stond zeg maar aan het begin van de zaal. Dus dat was echt immens gewoon, hoe lang die rijen waren. Maar in ieder geval, ik vond Black Ops 2 niet de beste game die ze daar introduceren. Ik kwam er wel voor, maar ik vond het niet de beste game. Uiteindelijk vond ik het leukste dat ik de Chaos, waar ik nu zeg maar deels bij zit, zeg maar, dat ik daar de crew van ontmoet heb. En natuurlijk een heleboel oude bekende YouTubers. En minder oude bekende YouTubers. Maar ja, dat vond ik nog wel het leukste. En de leukste game die daar was op zich, dat was dan Assassin's Creed 3. Want daar zag ik toch echt wel de meeste veranderingen beter in worden en al dat soort dingen. En dat vind ik over het algemeen een verbeterde game. En Black Ops 2 vind ik eigenlijk niet heel veel verbeterd, behalve de class systems. Maar in ieder geval, dit was de gameplay. We hebben heel veel over First Look gepraat. Ik wil jou bedanken dat je hier aan deze commentaar mee wou doen, Dutch Terms. Ja, graag gedaan. Jij ook hartstikke bedankt. Ja, zijn link zal in de beschrijving staan. Klik erop, ga naar zijn kanaal, ga alles doen. Dit, dat, daarna. En de gameplay is al afgelopen, maar we krijgen een mooi fotootje. En ja, gewoon erop klikken en dan zien we jullie later. Later. Ik ben Anne Wins en ik zeg tot ziens.